En dan nu? Hallo kijkers, steeds meer gebouwen staan er leeg in deze stad. En dat komt omdat de huren veel te hoog zijn. Dagelijks fiets ik onder dit tunneltje door naar mijn atelier. Al enige tijd wordt hier aan een nieuw fietspad gewerkt. Dat fietspad gaat naar het nieuwe museumkwartier. Vooraan rechts komt het Oude Havenmuseum en iets verderop, bij het Vleesmuseum, komt de kassa van het museumkwartier. Met een museumjaarkaart hebt u gratis toegang tot de meeste musea. Daar is ook de ingang van het Groentesoepmuseum. In de diverse gebouwen van de voormalige honingfabrieken komt ook een vermicellitoren en een tomatensoepgeschiedenis in virtueel 3D. Schuin erachter ligt het skatemuseum Walhalla en daarachter opent in 2013 het analoge krantenmuseum. Let ook op de frivole verwijzing naar de drukpers in de belettering op het gebouw. Aan uw linkerhand is dan het Palingmuseum. Iets verderop vindt u het eerste Nederlandse graffiti-museum met een dagelijks wisselende collectie. De weg volgend komt u onder de nieuwe brug door bij het Oorlogsmuseum. Maar dat is toch maar de vraag of dat doorgaat. En dan links uiteindelijk het Cultuurmuseum in de Vaassem, waar allerlei vrolijke, creatieve, theatrale en muzikale activiteiten plaatsvinden. Bedankt voor het kijken en tot ziens in het Cultuurmuseum. De expositie Leuke dingen voor de mensen is dagelijks te zien van 10 tot 5.